Herman Keppels, een minuut geleden zat je nog in de kleedkamer. Nu sta je hier op het veld. Wat trof je net aan in de kleedkamer? Ja, dat is toch wel een bepaalde verslagenheid uiteraard. Je gaat ervan uit dat je deze wedstrijd gaat winnen en wil winnen. En dat is dan aan het eind niet gelukt. En, ik heb alleen tegen de meiden gezegd, we hebben er alles aan gedaan. We hebben geknokt voor wat we waard zijn. En ik vind dat het geluk gewoon in deze wedstrijd gewoon even niet aan onze kant zat. Wat was het spannend? Ja, dat was het zeker. En dan probeer je nog van alles door Wendy ook mandekking te geven. En met 7 man een keer te gaan spelen en dat soort dingen. Ja, dat mocht helaas niet helpen, helaas. Wat geeft de doorslag in deze wedstrijd? Ja, dat is een goeie. Zo direct na de wedstrijd zeg ik van het geluk. Voorholt had net iets meer geluk als ons. Als ik kijk naar jullie beginnen in de tweede helft, heel goed. 3 goals op rij, 2 uit de 7 meter. Daar komen zij weer van terug. En een minuut of 10 later blijft het nog steeds gelijk opgaan. Maar schakelen zij om en gaan ze 5-1 spelen. Zetten ze echt een speler van jullie in de opbouw heel erg vast. Is dat beslissend? Oh nee, dat denk ik niet. Ik bedoel, daar hebben wij vorige week ook last van gehad. En veel meer wedstrijden last van gehad. Dat ze of Priscilla of Nicole vastzetten. Ik bedoel, tegen Hercules was dat het kantelpunt. We stonden 11-6 achter. En met rust was het 11-15 doordat ze dat deden. Dus nee, ik denk dat we daar genoeg alternatief voor hebben om uit te spelen. Dus nee. Is voor Rotten dan de terechte kampioen? Hè? Ze zijn het nog niet, maar met nog 3 wedstrijden te spelen. Nog 3 punten. Ja, er kan natuurlijk nog veel gebeuren. Maar de praktijk leert dat deze 2 ploegen niet zo heel veel verliezen. Nee, voor Holte verliest niks meer. Dus voor Holte moeten we deze feliciteren voor het kampioenschap. En ik denk altijd aan het eind van het seizoen wie er bovenaan staat is de terechte kampioen. Dus dan moeten we hem gewoon feliciteren. Ja, maar voor jullie rest er nog de na-competitie? Voor ons rest er nog de na-competitie, ja. Dat klopt. Hoe moeilijk is het? Ik kan me voorstellen dat je nu al denkt dat het moeilijk is om die speelsters opnieuw op te peppen. Want dit was een enorme dreun. Ja, goed. We hebben nog 3 wedstrijden in de competitie. Dus volgend weekend zijn we vrij om de PSV en Marit Winkels van ons met Oranje, Jonge Oranje op pad moeten. Dus dan, die week erop spelen we 2 wedstrijden thuis hier tegen Hellas. En dan moeten we zondags uit naar PSV. En dan kunnen we ook als groep alles weer rechtzetten. Maar goed, nogmaals, de groep is niks te verwijten. We hebben gewoon goed gespeeld. En als het geluk dan even niet aan je zijde hangt tegen 2 gelijkwaardige ploegen, dan kun je hem ook verliezen. Tweede keer al, hè, in het zicht van de haven gestrand. Want vorig jaar was het net zo. Was het iets anders. Was het pas in de na-competitie. Dus toen was Bodhaven de terechte kampioen. En we zullen zien wat de na-competitie nu brengt. Kun je ermee leven of zijn hier nog vol chagrijn? Als ik verlies ben ik altijd chagrijnig. Ik bedoel, dat is simpel. Dit duurt ook nog wel even voordat het even indaalt en zakt. En morgen denk je er nog een keer aan en volgende week denk je er nog een keer aan. Maar uiteindelijk moeten wij ook verder als technische staf en de groep moet ook verder. Dus dinsdag moet je gewoon weer oppakken met trainen.